waardeloos in die wet vinden wij de bepaling die opgenomen is. Dat in 2035 de stikstofemissie met 50% gereduceerd moet zijn. Dan zeggen wij dat is niet haalbaar, dat is geen reële eis. Dus tegen dat onderdeel hebben we dan ook gestemd. Waardevol in deze wet vinden wij dat er een oplossing komt voor de melders, de pasmelders, die worden gelegaliseerd. Dat er een eind komt aan het beroepsverbod van boeren die hun bedrijf verkopen. En dat er een landbouwakkoord komt. En dat landbouwakkoord, dat gaat een meerjaren duurzaam perspectief bieden, zowel als het betreft het beleid van de overheid als het verdienvermogen van de agrarische bedrijven. En daarom hebben we uiteindelijk voor dit voorstel gestemd. Er zijn in de achterliggende tijd stikstofafspraken gemaakt met het kabinet. En het kabinet heeft daar ook gekeken naar andere partijen, de SP, 50PLUS en ook de SGP. Wat waren de redenen waarom de SGP zei van we gaan aan tafel zitten om mee te doen aan deze stikstofafspraken? Ja, die stikstofwet, er lag een concept op tafel. En dat was dringend nodig, want de vorige stikstofwet die is 1,5 jaar geleden door de Raad van State afgeschoten. En daardoor zijn opeens, zonder dat ze er iets aan konden doen, duizenden boerenbedrijven, gezinsbedrijven, in één klap eigenlijk illegaal geworden. Want zij hadden een bepaalde vergunning niet, die ze onder de oude stikstofwet niet hoefden te hebben, maar die ze nu opeens wel moesten hebben. Dus al die bedrijven lopen vast. Als een boer zijn trekker wil vervangen en bij de bank aanklopt voor financiering, dan zegt die bank, ja, dat gaan we niet doen, want jouw vergunningen zijn niet in orde. Ja, en u zei, ik wil eigenlijk deze gezinsbedrijven, die duizenden boerenbedrijven, die wil ik redden. Is dat gelukt? Ja, absoluut. Er zijn verschillende knelgevallen en onze insteek vanaf het allereerste begin is geweest, de allereerste en de belangrijkste insteek is, die knelgevallen, die moeten aangepakt worden. Ja, de minister zegt wel, ik ben bezig met nog wat enzovoort. Maar wij maakten ons bezorgd dat het over de verkiezing heen zou worden getild, voordat er daadwerkelijk maatregelen zouden worden genomen. Nu is die verplichting in de wet opgenomen. Het is de schuld van de overheid. De overheid moet dit oplossen. En dan gaat het om die knelgevallen van de boerenbedrijven die zich gemeld hebben onder de vorige stikstofwet. Ja, dus het zijn de pasmelders. De pasmelders, ja. En daarnaast was er ook een categorie die zich nog niet hoefde te melden, maar wel in de problemen zouden kunnen komen. Precies. En hoe staat het daarmee? Nou, die categorie die stootte door bedrijfsvernieuwing en verandering zo weinig stikstof extra uit, dat de vorige stikstofwet bepaalde, daar hoef je zelfs niet voor te melden. Mm-hmm. Alleen, die stikstofwet werd afgeschoten. En dus waren ook die met een minimale extra stikstofuitstoot opeens illegaal bezig, want ze hadden geen vergunning ervoor. En ook voor die categorie is het in het huidige stikstofakkoord wat is gesloten, de wet, daar is het ook voor geregeld. Ja, in de wet is dus opgenomen dat zowel die zogenaamde pasmelders als die niet-meldplichtigen, dat daar maatregelen voor genomen worden. Alleen die niet-meldplichtigen, niemand weet hoe groot die groep is, want zij hoefden zich niet te melden, zijn dus ook niet geregistreerd. Okay. Dus dat is een ingewikkeld verhaal. En dan is er nog een derde categorie, de interimmers noemen we die. En daar is helemaal geen zicht op hoe groot dat probleem is. Maar dat zijn ook bedrijven die echt in de knel zitten en die aangepakt moeten worden. In de zin van richting vergunningverlening gebracht. Ja. Een ander probleem was het beroepsverbod voor uitgekochte boeren. Hè? Ja. Het onderdeel van de stikstofplannen van het kabinet was, als je nou boeren uitkoopt, dan stoppen ze met hun bedrijf en hebben ze ook geen stikstofuitstoot meer in die landbouw. Maar dan was wel de voorwaarde, je mag nooit meer van je leven ook maar ergens boer zijn. Ja, klopt. Nou, daar was u het ook niet mee eens. Hoe is dat geregeld? Nou, dat is er gewoon uitgegaan. Dat is een nogal wat ingewikkelder verhaal, maar dat beroepsverbod is dus gewoon opgeheven. Dus een jong boerenstel dat een kalvermesterij verkoopt vlakbij een natuurgebied, omdat hij een te hoge stikstofbelasting heeft, en die elders in Friesland een bestaande boerderij wil overnemen, die mag dat. Kijk, en er worden wel allerlei eisen aan gesteld. Ja. Maar goed, ze kunnen gewoon hun boerenbestaan voortzetten. Ja, en ook een ander onderdeel is dat u heeft gezegd van geld wat eigenlijk was gereserveerd om boeren uit te kopen, moet ook kunnen worden ingezet om juist boeren te laten innoveren, zodat ze boer kunnen blijven en toch de stikstofuitstoot omlaag gaat.
Ja, want die geld wat je gebruikt om innovatieve technieken en vernieuwingen te subsidiëren, dat levert, is berekend, 4 tot 5 keer zoveel rendement op, dus stikstofreductie op, als wanneer je een bedrijf uitkoopt. Nou is het nog een wat ingewikkelder verhaal, maar in elk geval is het waterdichte schot tussen geld voor uitkoop en geld voor innovatie. Dat is er tussenuit. Provincies mogen daar dat naar eigen inzicht ook inzetten. Ja. Onderdeel van de afspraken, waar ook de SGP aan mee heeft gedaan, is ook een landbouwakkoord. Ja. Wat boeren meer perspectief moet geven, moet bieden op een eerlijke prijs voor hun producten. Wat is daar precies afgesproken? Wat zijn de plannen? Als je werkbezoeken aflegt in de sector, en dat doen we heel veel buiten coronatijd, dan kom je voortdurend tegen, hoor je de klacht van, ja, je doet dit en volgend jaar kan het wel heel anders zijn. Dus de wisselvalligheid van het beleid. Een tweede, wat je ook vaak tegenkomt, dat is, ja, je weet niet of je een investering überhaupt wel terugverdient. En dan moet je wel allerlei dingen van de overheid doen, maar wie betaalt? En als je rood staat, kun je niet groen doen. En daarom hebben wij gezegd, er moet een meerjaren landbouwakkoord komen met de sector, maar ook met betrokken banken en met de supermarkten, waardoor er stabiliteit komt in beleid en stabiliteit komt ook in het verdienmodel van die bedrijven. Dat die boeren een fatsoenlijk inkomen kunnen verdienen en dat dat ook meerjarig gegarandeerd is. Nou, dat landbouwakkoord, daar hebben we een motie voor ingediend. Die is aangenomen en die gaat, de minister die gaat daar voortvarend mee aan de slag. En dat vind ik ook te prijzen. De minister heeft aangegeven, ik wil nog eigenlijk voor de verkiezingen wil ik daar de contouren van hebben staan, zodat bij de kabinetsformatie er in ieder geval de contouren van dat landbouwakkoord op tafel liggen. Nou, ja. Ik hoop van ganse harte dat het lukt, maar het is een mega klus. Ja. Nou, dat zijn hoopvolle dingen voor de landbouwsector en ook verbeteringen, denk ik, aan wat er lag rondom de stikstofwet en de stikstofplannen. Ja. Er is ook iets waar de SGP denk ik minder blij van wordt en dat is de verhoging van de stikstofdoelen. Ja. Kunt u uitleggen hoe dat zit? Ja, kijk, deze punten die we net genoemd hebben, die bieden echt perspectief aan de landbouw, aan de agrarische sector. En dat is de reden dat we mee zijn blijven denken. Op een gegeven moment kwam in het overleg aan de orde de ophoging van die stikstofreductie. In de wet staat 26% reductie in 2030. Dat is over 10 jaar. Als je je oor te luisteren legt in de sector, dan is dat redelijk te doen. Alleen, er kwam opeens een eis dat er nog eens een keer 24% bovenop kwam. 24% reductie bovenop. Ja, dus plus die 26% zit je op 50%. 50% ja. In 2035, ja. Dus in de helft van die tijd. Mm-hmm. En toen hebben we gezegd, ja, het stopt voor ons, want dit is gewoon niet te doen. Nee. En nou, daar is heel scherp over gedebatteerd. Er is veel over heen en weer gepraat. En uiteindelijk is afgesproken, wij stemmen niet in met dit amendement voor de wet. Mm-hmm. En dat is dus ook gebeurd. Tegelijkertijd zullen wij wel de wet steunen, want als we het geheel van de wet bezien, dan zitten daar zoveel kansen en perspectieven voor de agrarische sector in, dat we gezegd hebben, ja, om die reden moeten we niet tegen de wet stemmen, ja. Want dan kan geen enkele boer iets veranderen, iets vernieuwen, iets innoveren. Dus als ik het goed begrijp, die stikstofdoelen en die verhoging daarvan, die zou daar sowieso komen, want daar is gewoon ontzettend grote politieke meerderheid voor om stikstofdoelen te verhogen. Maar de SGP heeft meegedaan om te zeggen, nou ja, dat vinden wij ook heel jammer, maar we kunnen wel een heel aantal verbeteringen, of we kunnen in ieder geval nog erger voorkomen voor de boeren. En dat zijn die dingen waar we het aan het begin van het gesprek over hebben gehad. Gelukkig werd dat ook gedragen door een ruime meerderheid, hè? Want het is niet alleen de SGP, de SGP wel op een aantal punten heel duidelijk initiatief heeft genomen en de voortrekker is geweest. Maar er ligt nu een wet waar de sector mee uit de voeten kan. En die eis van 50% reductie in 2035, dan zijn we 15 jaar verder. Ondertussen kan er politiek ook heel veel veranderen. En het feit dat wij tegen dat amendement hebben gestemd, geeft ons de vrijheid om te bekijken, kunnen wij
gedurende die tijd misschien die wet of dat die eis in een realistische zin bijstellen. Dat het dus wel haalbaar is voor de sector. Want wat mij altijd weer opvalt, vraagt die sector om mee te denken en je krijgt de meest innovatieve oplossingen. Het gaat echt, het is geen onwil, alleen die sector, de agrarische sector, heeft nou eenmaal een generatie nodig om een echte omslag naar duurzame landbouw te maken. We hebben 2 generaties erover gedaan om ze intensieve landbouw te maken. En dan nu 1 generatie, mag dat alsjeblieft, 1 generatie om ze te verduurzamen. En ze willen het. En ze presteren het. Het komt goed. Alleen gun ze de tijd daarvoor.